Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer komen luisteren. Ik heb vandaag weer een heel leuk boek. Het boek heet Plons en gaat over een varkentje. Nou, luister maar eens goed. Dit is het verhaal van Floortje, het varken van Boer van de Pluim. Wat is het prachtig weer vandaag. De boer is naar de stad. De zon brandt op Floortjes rug als ze gaat zitten in het gras naast de vijver. De eenden en de ganzen beginnen hard te snateren. Het lijkt wel alsof ze lachen. Uitslovers, denkt Floortje en ze draait zich om. Maar ze kan het toch niet laten om telkens eventjes om te kijken naar de eenden en de ganzen, die zo'n plezier hebben in het koele blauwe water van de vijver. Wat heeft Floortje het warm? Wat heeft ze het heet? Lekker water, roepen de eenden en de ganzen. Puft Floortje en ze laat zich lang uit in het gras zakken. Kijk, hier zie je dat Floortje even achterom kijkt naar de eenden. De eenden hebben zo'n plezier. En Floortje heeft het warm, warm, warm. En de eenden zegt lekker water, lekker water. Lekker water, lekker water, roepen de eenden. Was ik ook maar een eend, denkt Floortje. Maar ik ben een varken. En varkens zwemmen niet. Varkens gaan nooit het water in. Hoewel... Floortje staat op. Ze neemt een flinke stap, draait zich om, steekt haar neus vooruit, krult haar staart en... Oeh, wat zou ze gaan doen? Daar gaat ze. Plons! Is in het water gesprongen tussen al die eenden en ganzen. Moet je kijken, die eenden en ganzen zijn gewoon geschrokken van Floortje. Plons, spetter, spatter, kledder, klat, spetter, spat. Oh, Floortje heeft het helemaal naar de zin in het water, zien jullie dat? Ze is aan het spelen in het water. Arme eenden, arme ganzen. Ze worden gewoon het water uitgespetterd. Oh-oh, Floortje is in het water aan het spelen en de eenden die zitten op de kant. Floortje is zo aan het spetteren dat de eenden gevlucht zijn. Mooi is dat, roepen de eenden. Schande, schande, schreeuwen de ganzen. Het varken is in het water gesprongen. Kijk eens wat een paniek bij de eenden en de ganzen. Ze vinden het helemaal niks dat Floortje in het water ligt. In het water gesprongen? Tjongejonge! Alle dieren roepen door elkaar. Het vark is in het water gesprongen. Ga weg, is het waar? Jazeker, ze is in het water gesprongen. Kijk, alle dieren vertellen het aan elkaar. Kun je het zien? Hier ook, zie je dat? De schapen, de koe, de kip vertelt het aan de hond. Dat wil iedereen wel eens zien. De koeien, de schapen, de geiten, de kippen. Allemaal rennen ze naar de vijver toe. En daar? Kijk, daar gaan ze met z'n allen. Allemaal naar de vijver. Kijken naar Floortje. Staat Boer van de Pluim. Oeh, kijk eens. Boer van de Pluim is terug uit de stad. En hij staat bij het water. Daar is Floortje en daar staat Boer van de Pluim. Hij kijkt eens naar Floortje en zet zijn hoed af. Hij kijkt nog eens naar Floortje en trekt zijn laarzen uit.
Hij draait zich om, trekt zijn hemd uit. Hij haalt diep adem en laat zijn broek zakken. En plons, daar gaat Boer van de Pluim. En dan? Nou, wat denk je? Kijk, Boer van de Pluim zo het water in. Wat zou er nu gebeuren? Plons! Dan is de vijver vol. Zien jullie dat? Iedereen is in de vijver gedoken. En allemaal zitten ze lekker af te koelen. Daar staat Boer van de Plons als hij uit het water komt, samen met Floor het varken. Dat was het verhaal van Floor. Voor die het heel warm had en alle eenden lekker zag zwemmen en dacht van, maar ik ben een varken, ik kan niet in het water. Mijn Floortje ging wel in het water en ze vond het onwijs lekker. En daar kwamen alle dieren bij er in het water, lekker afkoelen. Dat was een goed idee van Floortje. Hey, tot de volgende keer. Doeg!